De hoogste laag binnen onze network stack is de applicatielaag. En deze draait op de transportlaag. Nu, het belangrijkste protocol voor het web in deze applicatielaag is uiteraard HTTP. Wat ons mogelijk maakt om hypermedia resources te gaan overzetten tussen server en client. Nu, er zijn een heleboel verschillende manieren langs waar HTTP-requests kunnen uitgevoerd worden. De browser kan rechtstreeks zelf HTTP-requests gaan uitvoeren. Wanneer bijvoorbeeld de eindgebruiker klikt op een hyperlink of wanneer tijdens het inladen van een HTML-pagina bepaalde subresources moeten opgevraagd worden, zoals bepaalde afbeeldingen, CSS-bestanden, JavaScript-bestanden enzovoort. Nu, naast de browser die op eigen initiatief requests kan doen, kan het ook gebeuren dat bij bepaalde webtoepassingen JavaScript, dat je via JavaScript ook rechtstreeks zelf request kan gaan doen, typisch via de zogenaamde Fetch API. Nu, gerelateerd aan de Fetch API hebben browsers ook een API genaamd Server Sent Events. En aan de hand van server sent events kunnen we eigenlijk een persistente connectie opzetten tussen server en client, langs waar de server eigenlijk een continue stroom aan textuele berichten kan sturen naar de client. De server sent events is enkel van server naar client, maar de client kan niet sturen naar de server overheen deze connectie. Nu, als we deze andere richting ook willen mogelijk maken, kunnen we eerder kijken naar zaken zoals WebSockets. Dus WebSockets draaien ook over TCP-connecties, maar kunnen eigenlijk iets meer dan die server-sent events. Dus naast tekst gaan overzetten, kunnen deze ook binaire data gaan overzetten. En deze connectie is bidirectioneel. Dus client kan naar server sturen en server kan ook naar client sturen. Nu, naast WebSockets wil ik nog één iets vermelden en dat is de WebRTC API. Nu, WebRTC staat voor Web Real-Time Communication en maakt het eigenlijk mogelijk om berichten te gaan versturen binnen een peer-to-peer netwerk. Dus naast rechtstreeks tussen twee nodes berichten te gaan versturen, kan je ook één naar meerdere connecties gaan opzetten en daarover berichten versturen of meer naar meer connecties. Dus net als WebSockets kunnen we hier zowel textuele als byte data gaan overzetten. En typisch draait WebRTC bovenop het UDP-protocol, omdat TCP hierbij soms wat te veel overhead met zich meebrengt. Wat interessant is dat bij WebRTC zelf een protocol heeft ontwikkeld bovenop UDP, waarbij de garanties die connectie aanbiedt eigenlijk heel makkelijk geconfigureerd kan worden. Nu, nog een laatste iets wat ik wil vermelden bij WebRTC, een leuk weetje, is dat eigenlijk WebRTC origineel ontwikkeld was om aan videoconferencing te doen. Dus videobellen binnen de browser. Maar eigenlijk, wanneer WebRTC dan uiteindelijk afgewerkt was, kon je eigenlijk veel meer doen dan alleen die videoconferencing.